Pieter Messemius, oud-minister. U bent hier omdat u prins Friso, die vandaag begraven is, goed heeft gekend. U bent hier ook met toestemming van de familie, zeg ik er maar even bij. En u werkte met hem samen bij McKinsey. Hoe heeft u deze dag beleefd? Verdrietig. Ja, het is eigenlijk... je wist... Al die tijd was het heel onbestemd. En maandag kwam dan eens dat nieuws. Wat echt onverwacht was voor mij in ieder geval. En dan ben je van de leg af, plat gezegd. Er zijn een aantal beelden vrijgegeven. Heeft u die kunnen zien? Stukjes. Wat vond u ervan? Heel erg goed dat ze dat zo klein deden. Dat past bij Friso en dat was mooi. Dus heel fijn. Ja. Zullen we kijken naar een paar beelden? Friso kon heel direct zijn en een uitgesproken mening hebben. En hoe vertrouwder zijn omgeving, ik denk nu ook aan die mannengemeenschap van het gezin waarin hij opgroeide, hoe meer onomwonden en direct hij zijn kon, wetend dat je elkaar nooit zou laten vallen. De komst van jullie, Luana en Zaria, heeft Friso echt veranderd. Zoals hij van jullie kon genieten en van alles met jullie doen. Spelletjes met Luana, boekjes met haar lezen, technische dingen bouwen met Zaria. Herkent u het beeld dat Karel de Linde van hem schetst? Ja, twee dingen. Friso was heel direct. Hij kon er ook heel goed tegen als je hem heel direct aansprak. Dus dat was, dat mocht je wel stevig zeggen. En het tweede was, Friso was ongelooflijk goede familieman. Hè? Wat heel leuk is, Friso was klassevader. Dat ken je bijna niet eens, maar dat was, Mabel reisde veel. En Friso deed heel veel met die kinderen. In Londen? In Londen. Ja. En hij was daar klassevader. Dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Hè? Dat beeld heb je er niet bij, maar dat was toch wel helemaal Friso. Ja. Ja. Hoe zou u hem omschrijven? Nou, het was een hele fijne vent. Heel open. Klinkt gek, want iedereen heeft het beeld van heel gesloten. Maar als je eenmaal vertrouwde, als je het eenmaal die brug was, dan was je heel open en heel direct. En ongelooflijk trouw. Trouw? Ja. Als je kijkt, als je eenmaal een maat was van Friso, dan had je wat. En dat bleef ook. Ik heb eigenlijk zijn oud-collega's ook. Hè. We waren 95, 96 werkte die daar, dus heel lang geleden. Bij McKinsey, ja. Ja. En er kwamen dus een hele vloot lui tegelijk aan. En dat zijn nog steeds maatjes, een hele hoop. En die heb ik eens even gepeild, rondgestuurd. Dan geven ze wat inbreng voor, want ik heb een notitie rondgestuurd binnen onze oud McKinsey mensen. Nou, daar komt een fantastisch beeld uit. Ja, allemaal hetzelfde. Beeld reist er dan op? Nou, het aardigste werd het gezegd door iemand die zelf heel kwaad had gehad. Die had van alles tegelijk. Kanker, een bedrijf wat niet werkte, een huwelijk wat kapot ging, weet ik wat. En die had het echt heel erg kwaad. En daar bleek Friso dus een echte vriend te zijn. Die kan voortdurend langs klankpoort aanwezig zijn en dergelijke. En dat is toch iets wat als je dat over een langere periode met een hele serie mensen hebt, dat heet trouw. Ja. En het was dus een volstrekt loyaal figuur. En heel recht door zee. Dus die had er ook grote problemen mee dat daar, als hij niet fair behandeld werd. En dat was best moeilijk hoor, want hij kwam bij ons aan. Nou, je kon geen bodyguards bij ons hebben. Ik bedoel, dat ging niet. Dus die bodyguards moesten afgeschud worden. Dus ik had het, dat was dan weer vergeten, maar die moesten weg. En toen hadden we een Sinterklaasviering. En toen moesten ze met de metro naar een of andere plaats in Amsterdam. Friso mocht niet op metro's, want dat was gevaarlijk. Die moesten dus diep ademhalen. Kan je je voorstellen wat raar dat is? Om normaal te zijn moet je ademhalen en dan moet je op een metro stappen. En dat waren hele rare dingen. Dus dat zijn enorme overgang om normaal te kunnen zijn. Dat vind ik dat hij ontzettend knap gedaan. Want heeft hij die metro genomen uiteindelijk? Ja, hij heeft die metro genomen. Hij heeft veel grotere stappen genomen dan dat. Dus voor hem was het om zijn eigen carrière te maken op eigen kracht. Hij is nooit bij jullie geweest, hij is nooit bij Paul Witteman geweest om iets te promoten. Hij heeft wel heel veel dingen opgezet, zakelijk. Ja, ja. Prachtig iets, zei hij. Maar Friso zei thuis, kijk, ik was de kapitalist. Ik ben de kapitalist, ik moet geld verdienen. En Mabel is de socialist, die doet maatschappelijk in. Ik had elkaar mooi in evenwicht. En dat was heel leuk. Ja. U heeft met hem gewerkt, u was niet zozeer een vriend, maar meer een mentor, hè? Ik was mentor eigenlijk, ja. En wat hield dat in? Nou ja, er komen al die jonge mensen komen aan, die zijn nog net afgestudeerd. En die moeten een weg vinden, zeker bij Friso, met die hele spannende overgang. En dan hadden we een systeem, maar waarbij dus al die jongeren jaars dus een senior krijgen die dus een beetje als klankbord dient en een beetje coacht en ook kan zeggen, joh, pas op, dat moet een beetje anders en zo. Ja, en zo. En dat was in 95, 96, maar dat is daarna wel gebleven. Ja, op een vreemde manier klankbord. Moet je niet overdrijven, maar dat was als hij een andere baan had, of wat, dan belde hij op. Of als hij in de nesten kwam met de media, dan belde hij op en zei, wat vind jij ervan? Nou, dan zei hij, meestal hoef je niet veel te zeggen hoor, want
Je moest alleen maar tegenspreken en dan kwam hij wel met... had hij al lang over nagedacht. Dat woord wat ik ook wel heb gelezen, af en toe cynisch... dat kom ik in uw verhaal niet tegen. Of was dat een soort studenticoze? Hij kon... wat is cynisch? Je kon een half scheef grap maken, scheef gezicht. Een grappig lachje heeft hij. Had hij, moet ik zeggen, helaas. Maar een heel grappig lachje. Je ziet het ook aan alle beelden. En Mabel die ging in de discussies happetap er zo in... Friso zat een beetje op de achterhand, loopt ook altijd achter Mabel. Als hij op foto ziet, zie je altijd. En die kwam dan met het soort commentaar van de kantlijn. Dus ik denk dat hij glorieus was geweest als in de Muppet Show, zeg maar. Van die afstand. Maar dat vond hij leuk en dan was hij ook ontzettend leuk. Hij kon vreselijk plezier om zijn eigen grap ook hebben. Dat was ontzettend leuk. Maar het was niet ten koste van anderen? Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Nee. Deze week kwam dan het bericht van zijn overlijden. Hoe hoorde u het? Nou, ik kreeg, punt 1, eigenlijk de gewone media... maar daarna kregen we ook een kort mailtje van Mabel eigenlijk. Die had een soort aantal lui, ik weet niet eens wie wat... maar die ze dan een beetje op de hoogte hield. En daar kwam een heel kort mailtje. Vorig jaar is Friso naar de hemel geskiet, hij is nou aangekomen. Oké, dat schreef ze. Ik vond dat wel heel mooi. U zegt hij is loyaal, trouw en integer. En Adam Enders, dat is een vriend van hem, die heeft daar nog iets aan toegevoegd. Zullen we even naar kijken? Ja. Friso was a father who loved just spending time with his daughters. But he loved observing how they learn, being inspired by how they think about things. You would not see Friso happier than if one of his two daughters would come up with an original idea. With a little bit of rational backing, then that would definitely make a day, I think, for Friso. Kent u dat? Ja, ze waren diep gelukkig met elkaar, met dat gezin. En vandaag werd ook gezegd, de komst van zijn kinderen heeft hem echt veranderd. Weet ik niet. Karel Terlinde zei dat. Ja, weet ik niet. Maar neem aan dat het zo is, maar dat weet ik niet. Nee. Ik ga nog even met u terug naar 17 februari 2012, de dag. Hoe herinnert u zich deze dag? De dag van het ongeluk. Totale schok. Totale schok. Dit kan niet. En niets weten. Dat was Kijk, het was echt een totale schok. Ja. Het leek alsof de koninklijke familie nog enige hoop had de afgelopen tijd. Heeft u die ook gehad? Ja. Het is een miniem sprankje hoop. Maar wat Mabel vertelde was ook wel heel bijzonder. Mabel ging elke dag daarvoor lezen. Bij Friso's bed. En ik was een boek aan het schrijven, dus ik stuurde dat boek. Zei, misschien heeft het anders om voor te lezen. Ze zei, ik ben er niet naartoe gekomen. Maar... weet je wat ik wel voorlees? Ik heb geen dagboek bijgehouden, maar ik heb kanttekeningen in mijn agenda bijgehouden. En ik lees nou voor, toen waren we in Barcelona, weet je nog wat we voor leuke dingen deden? Ja, wel dierbaar. En ik heb dat ontzettend knap gevonden, hoe ze dat deden, hoe zij dat deed. Want dat is zwaar. Potverdikkie nog het toe. Want heeft u veel contact met Mabel gehad dus de afgelopen anderhalf jaar? Omdat u ook maandag op de hoogte heeft gesteld? Nee, niet veel. Maar ze deed dat best heel knap dat ze op de hoogte hield. Ja. Een beetje op afstand. Ja. Ik weet niet eens hoeveel mensen dat waren, maakt niet uit. Ja. En je kon... niet veel, nee. Weet u hoe het nu met haar is? Nee, niet echt. Nee. Friso had een speciale band ook met zijn moeder, met Beatrix. Laten we even kijken. Ja, zeker. Watching Friso and his mother together was... is joy. The two of them make each other glow. You see such a big smile on both faces when they're together. Friso has a unique way of teasing his mother, similar to the way he teases his friends, but there's just something more electric when you see Friso and his mother together. It glows, it gives you an inspiration. Heeft u wel samen gezien? Jawel. Ja, maar dat was ook met zijn vader. Hè. Dat was, die familie is echt super hecht. En hecht. Ja, nou, als je de koningin, ik moet zeggen, prinses Beatrix, maar die was best vormelijk. Maar als je dan er kwam, en dan moest je, het werd keurig aangekondigd, dan weet ik wat. En dan binnen de kortste keer eventjes over Friso. En prins Klaus helemaal. Ik heb prins Klaus een keertje gezegd, je moet een keertje naar INSEAD gaan. Friso ging de business school in Fontainebleau op INSEAD. En dan gaat het op vastgoed. En moet je niet met je vrouw meenemen, want dan gaan ze daar
tilt. Dan gaan ze helemaal, worden ze een sjogger als de koningin komt. Maar dan moet je samen gaan. En dan laat hij je alle hoeken van dat gebouw zien. Want dit is dat. En dan ben je hartstikke leuk en dit en dat. En s'avonds gaan ze eten met 4 vrienden. Jij mag betalen. En dat gebeurde. En toen ik alleen vertelde dat een vriendin die dat had meegemaakt. Die zei, weet je, toen was Friso er wel geweest in het restaurant. Precies te zien waar zitten de bodyguards. Want die moesten in het zicht uit het zicht zijn. En dat restaurant had er niets van begrepen. Maar dat was weer Friso. Dat moest je dan goed organiseren. Dat was echt leuk. Ja. Wat maakte die band tussen Beatrix en Friso? Of eigenlijk moet je zeggen tussen Friso en zijn beide ouders. Zo en zijn broers, hoor, pas op. Ja. Friso was in zekere zin, zocht nooit de publiciteit. Absoluut niet, omgedraaid. Maar was de sterkmaker, zoals ik dat eigenlijk zag. Die als ze hem nodig hadden, zijn moeder of zijn broer, dan was hij klaar af. Ja. Dat was bepalend. Ja. En voor zijn vader dat was een hele speciale band. Ook een hele speciale band. Ja. U zei net dat u wat van zijn vrienden heeft gesproken, om eens even een beeld te krijgen. Hoe reageerden zijn vrienden de afgelopen dagen? Er kwam echt een stuk emotie los weer. Van de lui die vertelden van de warme herinneringen, van de kleine dingen wat hij had gedaan en de gekke anekdotes. Dat stuurde rond en dan komen de reacties weer van de anderen die zeiden, ja, ik zat achter mijn bureau en ik zit in tranen. Ja. Dat is heel normaal. Ja. Dat merk je. Ja. Ja, ja. En iedereen heeft ook dat hebben we toen meegemaakt natuurlijk, toen dat trouwen er was. Dan krijg je ook een soort gevoel van onrecht. Dat wist je dat bij de Friso ook zat. Dat was een gevoel van onrecht. Je kan niks doen, je houdt enorm van iemand. En je wordt eventjes gemat in het publiek. Rond het huwelijk, toen er geen toestemming uiteindelijk is gevraagd in het parlement. Dat vond ik, om heel eerlijk te zijn, ik kan goed met Jan-Peter Balkenende opschieten. Ik mag hem graag tegenkomen. Ik vond dat niet zijn sterkste moment, als ik het zachtjes mag uitdrukken, dat hij het daar gedaan heeft. Dat was gewoon niet chic. Dat hoorde niet. En je kan niks terug doen. Misschien kon zich niet verdedigen. Nee, eigenlijk niet. Nee. En ook de koningin niet. Jullie hebben je zat mensen gehad van die winstlieden en zo die met de mond dicht kunnen praten. Die zeggen, hey, de heer en mevrouw die en die hebben geen toestemming gevraagd. En dat respecteren wij. En dan zeg je, mag ik nog wat meer weten? Dan zeg je, wij respecteren het. Dan mag ik nog wat meer weten. Daar is geen kunst aan. Je hoeft niks te zeggen als je niks wil zeggen. En dat vond ik niks. Twee keer niks. Nee. Wat mij opvalt deze week is dat we met elkaar in de samenleving in Nederland een ander beeld van Friso hebben gekregen. We hadden het beeld van de wat technocratische, misschien wat afstandelijke, teruggetrokken prins. Ja. En nu hebben we een beeld van zo'n ontzettende aardige, betrokken, fijne man. Ja. En dat was de echte dus. Ja, moet je niet naar mij kijken, moet je naar jezelf kijken. Kijk, dat beeld heb ik niet gecreëerd. Hebben we met z'n allen gecreëerd. Ja. En dat was een beeld wat iedereen graag in wilde geloven. Van Mabel, super ambitieus, dat is ze. Maar ze is ook ontzettend goed. En heel erg betrokken. Die heeft echt maatschappelijk dingen gedaan dat je zegt, poep, 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 poep. Friso die veel meer kon en deed dan wij wilden zien, dan wij zagen. Dan die hem zelf liet zien, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Hij wilde normaal zijn. Ja. Nou, prijs hem. En het is jammer dat je dat gewoon niet eerder doorkwam. Ja, want het is gewoon een goede vent. Een hartstikke fijne goede vent. Hij is begraven vandaag in Lage Vuurse. Gaat u een keer naar het graf toe? Ja. Als het heel rustig is, hij. Ja, heel stilletjes. Dat zou Friso ook willen. Zijn overlijden raakt u. Ja. En alles wat er gebeurd is dus deze week. Ja. 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 Het hoort niet. Ja. Nee. Ja. Zo'n goede man was Friso. Ja. Maar ook die familie. Ja. Wat gaat u het meest mis in hem? Die scheve lach. Dat op de achtergrond. Kijk naar al die foto's. Je ziet het altijd weer. Ja. Altijd Friso erachter. Altijd met dat lachje. En die Mabel die daar het eerste binnenkomt. En Friso die het laatste binnenkomt. Ah, dat is mooi. Dat is mooi. En die daar dus ook geniet van Mabel die daar vol de discussie in gaat. En hij komt aan het eind met iets door. Ah, dat is mooi. Dat is mooi, joh. Ja. Dat is voorbij. Dat is voorbij. Ja. Voorgoed voorbij.